Ik ben ontzettend trots op mijn dochter dat ze zo'n doorzettingsvermogen heeft. Want het is natuurlijk niet altijd gemakkelijk geweest. Maar het is een vechter en ze zorgt wel dat ze er komt. Geweldig. Dank u. Ina die was gewoon een vrolijke, lieve, lekkere baby. Maar langzaamaan ging ze trager worden. Ze dronk niet meer zo goed. De bewegingen waren niet. Een baby hoort lekker te spartelen en te doen. Maar ja, dat werd steeds trager. En ze kreeg ook wat een dikke tong. Slikken ging wat moeilijker. Dus toen ben ik met 6 weken ongeveer naar de huisarts gegaan. En die zegt van, ach, de ene baby die drinkt wat meer dan de ander, is wat actiever dan de ander. En dan laat je als moeder zo snel geruststellen, want je wilt het zo graag horen dat er niks aan de hand is. Maar 2 weken later of 3 weken later stond ik alweer bij de huisarts op de stoep van, dit gaat niet goed. En toen zag hij het ook al en had gelijk doorgestuurd naar de kinderarts. Gelukkig kwam ik bij een kinderarts die één patiëntje had gehad die dezelfde problemen had. Dus ook helemaal geen schildklier. Dus hij herkende het gelukkig. Dus het moest er scan gemaakt worden en is er opgenomen in het ziekenhuis. Poos aan zonder voeding gelegen. En dat was een hele moeilijke periode, een hele onzekere periode van, hoe komt het? Komt het allemaal goed? En ik had geen internet, dus je kunt nog niet alles opzoeken wat de toekomstperspectief is. Ik merkte wel, toen ze 1 keer aan de medicijnen was, toen ze goed ingesteld was in het ziekenhuis toen nog. Dat ze steeds wat actiever werd en drinken wat beter ging. Dus dan hoefde ze ook geen zondevoeding meer. En dus toen ze thuis kwam, was het gewoon een fijne baby die lekker rustig was. Nog wel eens te rustig, maar gewoon een schat van een meid. Dus dat was eigenlijk het begin. Nou, verder ontwikkelde ze zich prima. Ze was, was een stevig meisje. En hoefde niet altijd de haantje de voorste te zijn. Rustig, observerend, beschouwend kind. En dat ging verder allemaal wel goed. Dus ze is naar de peuterzaal gegaan. Met de andere kinderen, daar voelden ze zich ook prima. Het is lastig om dat goed in te schatten, of ze te hoog of te laag zit. Want elk kind heeft wel eens, de ene keer is hij wat actiever dan de andere keer. Dus dat vond ik moeilijk. Ook met... Niet dat ze vaak ziek was, maar dan soms wel gauw moe. En later ook toch wel problemen met de gewrichten, de spieren. Dat kon ze toen later zelf aangeven. En dat heb je natuurlijk de eerste periode. Dan is dat maar gissen wat er aan de hand is. En dat is, dat heb ik toch wel als, toch wel lastig ervaren. Want, je wilt graag dat je kind gelukkig is en dat hij goed in zijn veld zit. Maar ja, daar kun je als ouder niet altijd alles aan doen. Ik heb misschien nog wel een tip voor andere ouders. Luister naar je gevoel. Als je denkt van, het gaat niet helemaal goed, gewoon aan de bel trekken, gewoon naar de huisarts gaan en je zorgen kenbaar maken.
Want ja, ik denk dat de meeste ouders dat wel hebben, dat ze toch bang zijn om overbezorgd te zijn en dat er toch iets met je kind aan de hand is. Maar ja, als de dosering goed is, dan moet het kind ook normaal kunnen functioneren. Als hij te laat zat met de dosering, dan werd ze slomer, veel slapen, weinig zin hebben om dingen te ondernemen. En dan moet je toch wel gelijk aan de bel trekken, want dat is voor haarzelf niet prettig dan om in zo'n periode te zitten. Dus ik hoop dat ik dat een beetje goed heb aangevoeld en op tijd aan de bel heb getrokken als de instelling niet goed was. Wat ik verder nog wel kwijt wil, is dat ze als kind eigenlijk te laag ingeschat is. Omdat ze toch vaak wat trager was dan de andere kinderen. Misschien is dat ook wel haar inborst. Ze hoeft ook niet altijd op de voorgrond te treden. Maar dat ze daardoor toch wat te laag ingeschat is. Ze heeft zelf 3 jaar gekleuterd. Is dat op zich niet zo erg. Maar qua leeftijd had ze toen een jaar eerder naar groep 1 gekund. Of naar groep 3. Maar dat is achteraf jammer dat ze dan te laag ingeschat is qua niveau. Hè, want als je ziet wat voor slimme meid het is, dat kwam er vroeger nog niet zo uit. Maar ook door haar bescheidenheid. De opleiding, ze was in eerste instantie te laag ingeschat. Dus na de basisschool ging ze naar VMBO. Ze had veel hoger gekund. Ja, dus had wel de HAVO toen kunnen doen. Maar dat kwam er toen op dat moment ook nog niet uit. En ook met de testen, de CITO-toets van school. Dat is misschien ook wel de zorg van de ouders. Laten we nog maar niet te hoog grijpen, maar zien hoe zich het verder ontwikkelt. Ze is gelukkig zelf heel slim en heel zelfstandig. Ze heeft wel bewezen dat ze zelf het goed aan kan. En ook de opleiding. Ik vind het echt heel knap hoor, wat ze allemaal gepresteerd heeft. Super. En dan nog wel een probleem waar we tegenaan zijn gelopen, dat is als de bloedwaardes goed waren. Dat ze zich toch niet goed voelde. En dat was, dan heb ik gezegd van ja, niet zeuren, want de waarden zijn goed, dan moet het goed zijn. En dat is voor haar heel frustrerend geweest. Heb ik wel eens vaker op aangedrongen van laten we dan een keer extra bloed prikken om te kijken hoe het is. Maar ja, dat was de huisarts niet altijd mee eens. Dan moet je toch als moeder de verantwoording nemen en dat kon erop staan dat het verder onderzocht wordt. Maar ja, dan word je vaak weggezet als een bezorgde moeder, overbezorgde moeder. En dat is lastig. Maar mijn advies is wel aan alle ouders, trek gewoon aan de bel als je denkt. Ja, dat het niet goed is.